Welkom. Fase 2 Milieukwaliteit, de vijfde sprintreview alweer, waarin we jullie even mee willen nemen in wat we de afgelopen periode, de afgelopen 4 weken hebben gedaan. En dat bestaat uit een korte presentatie, of een aantal sheets, waarin we jullie kijken. Dan ben ik iets kwijt, daar zit hij. Waar we even de algemene voortgang willen bespreken. Waar we even wat willen vertellen over wat we rond SAD en SLD gedaan hebben. Wat ontwerpvraagstukken waar we mee bezig zijn. En een vooruitblik op de komende periode. Maar wat we eerst graag even willen doen is jullie een aantal vragen voorleggen. Zoals we dat de vorige keer ook gedaan hebben. Dus onze vraag is, pak even je telefoon erbij. Ga naar www.menti.com of scan even deze barcode, QR-code en log even in op de Mentimeter. Want we hebben een paar vragen die we jullie willen voorleggen om een beetje beeld te krijgen. Want dat is wat lastig met deze digitale wereld. Van wie hebben we hier allemaal aan tafel? De eerste vraag is een vraag over de aanwezigen. We zouden graag willen weten vanuit welke rol je hier aanwezig bent. Hebben wij vooral bronhouders of dataleveranciers aan tafel? Hebben wij vooral gebruikers, afnemers van de bureau, softwareleveranciers of overige? Je kunt meerdere keuzes maken. Dus als jij twijfelt, ben ik nou partij die aanlever of ben ik gebruiker, dan mag je ook allebei aanklikken als je dat wil. Ik zie niet zoveel toevoegingen meer, nog een paar. Oké. Ik zou wel aardig vinden als degene die zichzelf als afnemer kwalificeren, even in de chat zich melden van ik ben afnemer en wel van dit soort data. Dat is voor ons denk ik even interessante informatie om een beeld te krijgen van wie zijn hier als afnemers aanwezig en op welke manier gebruiken jullie die data. Dus als je daar iets over wilt melden, graag in chat, zou fijn zijn voor ons. Oké, dan hebben we nog een tweede vraag, want dit geeft wel een goed beeld. Geeft vooral het beeld dat we hier toch met aanleverende partijen en overige partijen zitten. Tweede vraag is eigenlijk van, ben jij werkzaam in het milieudomein of ben jij werkzaam in een ander domein? Oké, dat is op zich mooi om te zien dat het niet alleen maar mensen uit het milieudomein zijn. Dat het zelfs redelijk 2/3, 1/3, bijna 50-50 ging te lopen. Een vraag, als jullie dat zouden willen. Als jij niet werkzaam bent in het milieudomein, dan ben je eigenlijk dus een belangstellende vanuit een ander domein voor milieudata. Als je in de chat ons zou willen meegeven uit welk domein je dan afkomstig bent en met welke blik je met name naar milieudata kijkt, zou voor ons goede informatie zijn. Roland, er is een vraag in de chat om een meer duidelijke definitie van milieudomein en overig te geven. Oké, milieudomein is degene die eigenlijk te maken hebben met milieukwaliteit van de bodem, laat ik het zo zeggen. Dus daar die zelf in hun dagelijks werk ook met registratieobjecten als SAD en SLD te maken hebben. Met onderzoeken naar bodemverontreinigingen of besluit om bodemverontreiniging. En de andere niet, bijvoorbeeld mensen die uit het grondwaterdomein komen of het bodemgeotechnische domein, noem maar op. Dus die niet primair vanuit bodemonderzoek, milieukwaliteit komen.
Nou, als jullie in de chat wat informatie over de andere domeinen die dus belangstelling hebben voor milieukwaliteit willen achterlaten, is voor ons waardevolle informatie. Ja, ik zie het al gebeuren, Roland, dus er komt wat komt feedback. Oké, dan ga ik nu weer verder naar de presentatie. Waar hebben we het over? Milieudomein, milieukwaliteit, 2 registratieobjecten hebben we eerder vermeld. Algemene voortgang. Het scope document is inmiddels nagenoeg vastgesteld. De programmastuurgroep die het document vaststelt, die zou gisteren bij elkaar komen, maar is uiteindelijk een schriftelijke ronde geworden. Dus er is nog een korte reactiemogelijkheid, maar de verwachting is dat het volgende week op de website van de bureau zal staan. Vanuit het programma Begeleidingsgroep waren nog een paar redactionele vragen, dus die hebben we nog even gecorrigeerd. Dus de laatste versie die wordt binnenkort gepubliceerd. Verder hebben we een eerste bouwiteratie gehad rondom SAD 0.2. Dus dat is eigenlijk de basisversie van het bodemonderzoek. Daarvoor is ook een technisch ontwerp gemaakt, wat jullie ook op de GitHub kunnen vinden. En er is gebruik gemaakt van een conversietool om SKB 0101 formaat in de koppeling te kunnen gebruiken, waarna het naar een intern opslagformaat voor de bureau wordt geconverteerd. Nou, die test is afgerond, die is geslaagd. We moeten nog even precies op de details inzoomen, maar het is in ieder geval goed om te constateren dat het werken met SKB 0101 werkt in dit geval. Verder zijn we verder gegaan met de conceptuele modellen, zowel SAD als SLD, zullen we straks even over vertellen. Verder is er ook een technisch ontwerp, SLD 0.5, gereed, want de volgende bouwiteratie die we gaan doen, die zal gebaseerd zijn op SLD 0.5. Verder hebben we eigenlijk een hele bundeling, een redelijke longlist aan vragen van dingen die we deels voor ons uitgeschoven hebben, deels nog niet in beeld hadden, deels uit de sprintreviews als feedback hebben opgehaald, deels waar we zelf tegenaan lopen. We hebben in ieder geval voor ons gevoel redelijk in beeld wat we nog aan keuzes moeten maken op bepaalde onderdelen en als basis eigenlijk om de komende sprint ook aan verder te werken. Daar kunnen we jullie ook nog even wat van laten zien. Dit is even de algemene voortgang van de sprint. En dan wou ik nu graag even naar Bert toe, die zijn microfoontje aan kan zetten en mij mag zeggen volgende sheet, die eventjes wat wil vertellen over SAD. Bert, the floor is yours. Ja, SAD. De afgelopen sprint zijn we druk bezig geweest met de afronden van versie 0.5. En die omvat de onderdelen bodemonderzoek, die ook al deel uitmaakte van versie 0.2. En daar zijn nu boring en bodemlaag en veldwaarnemingen aan toegevoegd. En deze week zijn we gestart met versie 0.7 van het conceptueel model. Wat misschien goed is om te vermelden is dat we parallel aan het maken van het conceptueel model ook de mapping bijhouden. En daarmee wordt bedoeld de verwijzing van de objecten en attributen uit het conceptueel model naar de plek die deze gegevens hebben binnen het SKB 0101 model. En dat is ook een van de producten die aangeboden wordt aan het bouwteam. Mag je verder gaan, Roland? Even een overzichtje. De donkergroene onderdelen die zijn nu gereed in conceptvorm. Dus de boring, de veldwaarnemingen. En nu wordt gewerkt aan het onderdeel pijlbuizen en de veldmetingen voor grondwater. Schematisch ziet het er dan zo uit. Dit is grotendeels versie 0.2 en linksonder zie je dat daar nu het object boring aan toe is gevoegd. En in de volgende sheet, Roland, is dat wat verder uitgesneden. En dan zie je de objecttypen boring en bodemlaag zijn toegevoegd. En de gegevens die aan de boring gekoppeld zijn, dat zijn de identificatie. Zoals die, dus de, voor de insight, dus de SKB ID binnen het SKB 0101 bericht. De naam van de boring, de datum van de boring, de einddiepte van de boring en de locatie van de boring kan worden geregistreerd.
en de verticale positie, de ligging ten opzichte van NAP. Ja, een boring kan meerdere bodemlagen bevatten. En van de bodemlaag kun je wederom de SQW-ID vastleggen, de identificatie, de bovengrens, ondergrens, de olie-waterreactie. En verder zijn de gegevens type grond, kleur en bijzondere bestanddelen gedefinieerd. Die zal ik niet allemaal benoemen. We hebben in de terminologie zoveel mogelijk gekeken naar BHRGT en dezelfde naamgevingen gehanteerd en definities gehanteerd. Nou, mag dat volgen gaan, Roland? Zoals gezegd zijn we nu begonnen met versie 0.7. Die omvat het opnemen van zeg maar het natte gedeelte, de pijlbuizen en de grondwatermetingen. Zoals ik zei, bij boringen vooral gekeken hebben naar BHRGT, zullen we voor deze onderdelen kijken naar de GMB, de grondwaterputten en de GAR, de grondwaterkwaliteit. En daar zoveel mogelijk rekening mee houden bij het verdere modelleren. Ik verwacht dat we versie 0.7 aan het eind van de volgende sprint, dus de nu lopende sprint, gereed hebben. En daarna kunnen we het onderdeel monsters en analyseresultaten gaan oppakken. Tot slot wil ik nog even iets zeggen over de domeinwaarden. Veel van die waarden die toegekend kunnen worden aan attributen zijn afkomstig uit domeinwaarden. En daar lopen we nog wel tegen een aantal punten aan. Waar nog wat keuzes gemaakt moeten worden. En dat kan betrekking hebben op het filteren van. Of de domeinwaarden zitten nu in zowel het model van metingen als van SQB 0.1.1. En zijn gevuld met allerlei waarden. En die niet allemaal even relevant zijn voor de pro. Dus in sommige gevallen zullen we een filter moeten zetten op de domeinwaardetabel. Of opsplitten. In de andere geval kunnen ze één op één worden overgenomen. Dus daar moet dan goed naar gekeken worden. En dat is ook gedefinieerd voor de lopende sprint. Om dat verder op te pakken. Er zijn een aantal vragen. Oh, er zijn een aantal vragen binnengekomen. Bert, de eerste is eigenlijk meer een opmerking. NAP is vaak onbekend. Klopt, is ook niet verplicht. Ja. Maar als die bekend is, is het wel relevant om hem mee te nemen. Karel Boot vraagt, maken jullie of geven jullie nog onderscheid tussen Imbro en Imbro-A velden? Op dit moment is het puur gericht op Imbro. Imbro-A, sorry. Imbro-A. Ja, ja, dus historische gegevens. Ja. Ja. Dan nog een vraag van misschien Andreas. Nog even als aanvulling, Frank. Op de, als aanvulling. Met wel de opmerking dat Imbro A en Imbro qua gegevensinhoud in principe niet uit elkaar loopt. Dus Imbro A heeft dezelfde mogelijkheden als Imbro. Het verschil tussen Imbro A en Imbro is met name dat er bij Imbro veel minder vrijheidsgraden zijn. Dus je zult attributen tegenkomen die binnen Imbro A bijvoorbeeld niet verplicht zijn. Noem maar even wat. En binnen Imbro straks wel verplicht zijn. Maar de inhoud van wat er in SAD zit, zal als het goed is elkaar niet ontlopen. Dan is er een vraag van Andreas. Welke versies van SIKB 0101 zijn goed genoeg voor de bro? Leuke vraag. Wij gaan nu uit van de actuele versie van SIKB 0101. En of dat betekent dat je met een voorgaande versie, ik denk dat je voorgaande I-versies niet tegen problemen aanloopt. Maar een versie 13 zal, schat ik zo in, niet werken met de bro. Dus je moet wel in ieder geval op versie. We gaan uit van versie 14 van SIKB 0101. Oké, helder. Dan de vraag van Marjolein. GMW zit nu ook in de bro. Wordt daar onderscheid gemaakt tussen milieugegevens en het monitoringnet? GMW, dat zijn de grondwatermonitoringputten.
Dat is een apart onderdeel binnen de bureau, dus dat nemen wij. Wij gaan in de milieukwaliteit niet gebruik maken van het registratieobject grondwatermonitoringput, net zoals we ook niet van een, nou, ik weet even niet uit mijn hoofd hoe ze allemaal heten, maar van de boorgegevens en dergelijke gebruik maken. Bodemonderzoek wordt echt een apart registratieobject. Waarbij er uiteindelijk binnen dat bodemonderzoek natuurlijk wel boringen en pijlbuizen kunnen zijn. En zullen zijn. Maar qua opslag zal het een apart registratieobject zijn. Qua modellering wordt er uiteindelijk wel gekeken naar hoe kun je dingen die nu binnen fase 1 van de bureau, binnen dat soort registratieobjecten zijn, uitgemodelleerd hergebruiken in de wijze waarop de SAD wordt gemodelleerd. Okay. Maar het zijn dus wel aparte registratieobjecten. Ja. Even kijken, Ronald, die zegt bij boringen worden lagen gedefinieerd en het materiaal beschreven. Er wordt aangegeven dat er naar BRRGT gekeken wordt. Ik neem aan dat dat BRRGT INBRO A is en niet INBRO. En ik zou graag iets van de verdere invulling van grondkleur en bijzonderheden zien. Vorige sessie en nu zie ik dat niet verder besproken worden, misschien handig om dat voor de eindversie van de PUCO te doen. Prima. De werkversie is overigens ook al in te zien. Misschien kunnen we het linkje daar naartoe opnemen. Ja, die zal ik zo in de chat zetten. Je zit ook aan het eind van de presentatie. Ja. Oké. Okay. En dan geeft Michel van Leeuwen nog de opmerking, GMW hoeft alleen geregistreerd te worden als de bronhouder of de overheid de opdrachtgever is. En pro-milieu is veel breder. Ja, correct. Oké, dat was het voor de vragen voor nu. Oké, dan gaan we nu even naar SLD. En dan geef ik het woord graag even aan Brechtje. Nou, goedemiddag allemaal. Ik ga jullie meenemen in SLD. Dat staat voor Overheidsbesluit Bodemverontreiniging. De vorige keer hebben we eigenlijk een 0.2 versie, heeft Ingeborg verteld over de 0.2 versie en hoe de benadering is van dit registratieobject. We gaan nu iets meer de diepte in, dus we hebben hem weer wat scherper neergezet. Daar ga ik jullie in meenemen. Hetzelfde voor SLD als voor SAD is dat we nu focussen op INBRO A, dus op de archiefgegevens, op de gegevens die er nu al zijn. En het kwaliteitsregime INBRO is nog niet, dat wordt later aangevuld aan het model. Ja, we zijn even teruggegaan naar de definitie van een SLD. Hè. Dus wat is de definitie van het SLD? En toen zijn we eigenlijk teruggegaan naar het vooronderzoek nog even en naar het scope document. Waarin we zeggen van ja, een SLD, hè, dat zijn primair de besluiten. Die op een locatie zijn genomen met daaraan de diverse contouren. Dus een besluit of een beschikking opgesteld door het bevoegd gezag van de wet bodembescherming, zo is die gesteld. Dat is inclusief overgangsrechten straks onder de omgevingswet. En in de toekomst, dat is het stukje INBRO, ook de besluiten die overblijven die onder de omgevingswet vallen. Dat is heel strikt genomen. De definitie van het besluit. Zal ik hem ietsje verder uitbreiden. En dan volgende slide. Even terugkomend op wat we de vorige keer gepresenteerd hebben. Dus de relatie tussen de locatie en het besluit. En dat is voor jullie een bekende relatie. We spreken over een bodemlocatie. En daar zijn een aantal besluiten op van toepassing. In de praktijk kunnen dat er ook nul zijn. Maar in principe is dat één of meer besluiten die van toepassing zijn op een bodemlocatie. Dus de kern zijn de besluiten
het registratieobject, de hoofdentiteit, dat is de bodemlocatie. Nou, wat is het resultaat van die besluiten? Dus dat is eigenlijk de kern van het registratieobject, dat is de actuele status van de locatie, ook wel bekend als vervolgactie, en de daarbij vastgestelde contouren. Die hebben betrekking op verontreiniging, dus verontreinigingscontouren, saneringscontouren en nazorgcontouren. Dat is even de kern van dit object. Nog even terugkomen, dus dat dus de activiteiten, hier heb ik daar net niet in dat rijtje genoemd. Even om mee te nemen. De volgende. De gegevenscatalogus. Wij lopen met SLD net een ander ritme dan bij SAD logischerwijze, want dan past het ook goed in, in de sprintplanning van de bouw en van de iteraties. Dus we hebben de vorige keer 0.2 versie gemaakt voor ons intern. We hebben nu een 0.5 versie afgerond, die wordt gebouwd en wij werken ondertussen verder aan de 0.8 versie gaan we nu naartoe. We komen steeds meer in het format wat het uiteindelijk gaat worden en dat is een gegevenscatalogus. Dus ik wil jullie even kort laten zien van goh, wat is zo'n gegevenscatalogus, dus als je ernaar gaat kijken, wat we uiteraard hopen. Dat je een klein beetje een leeswijze hebt. Dus een gegevenscatalogus bestaat uit een domeinmodel. Dat zijn de plaatjes die Bert ook al heeft laten zien en die ik ook verderop zal laten zien. Daarin zie je de blokjes, de entiteiten. Die vormen één geheel. En daar zitten de attributen, noemen we dat, die zitten daarin. En dat is natuurlijk best wel karig, want je ziet een bodemlocatie heeft bijvoorbeeld een SIKB-identificatie als attribuut. Maar wat ik even wil meegeven is dat in zo'n catalogus voor ieder gegeven, dus voor ieder blokje, voor ieder entiteit en voor ieder attribuutje, een definitie wordt meegegeven. En hier zie je een voorbeeld van zo'n definitie, hoe dat in die catalogus eruit ziet. Dus op die manier kun je al die gegevens kun je nalezen. Die hebben een definitie. Er staat bij wat het domein is. Dus in dit geval is het een tekstveld, maar het kan ook een waardenlijst zijn of een meetwaarde. Er staat al vaak een toelichting bij om net iets extra toe te lichten voor ten behoeve van het gebruik van de gegevens. En er wordt nog met een wellicht niet voor iedereen bekende term cardinaliteit aangegeven of een gegeven. Altijd, dan staat er 1, dus hij is altijd aanwezig in dit geval. Er is altijd een SIKB-identificatie aanwezig, maar er kan bijvoorbeeld ook 0, puntje, puntje 1 staan en betekent hij is niet 0 of wel 1 aanwezig. Nou, er staat in de catalogus, er zit ook een toelichting bij die daar nog wat op ingaat, maar dat wou ik eventjes meegeven voor vandaag. Dat is denk ik genoeg voor de formele notatiewijze. En als er vragen ooit zijn of verwarring of toelichting nodig is, dan zijn we natuurlijk altijd bereikbaar. Gaan we nu even naar de inhoud kijken. Dus we hebben de bodemlocatie, hadden we het net over. Die heb ik hier eventjes uitgepakt en die bestaat uit een aantal gegevens. En die ga ik even slide voor slide met jullie door om wat meer in te zoomen op wat staat er nou precies in. Dus wat we hier zien, dat is de bodemlocatie. Het bovenste blokje wat erboven zweeft, dat zijn BRO-gegevens. Daar hebben we in sprint review 2 of 3, denk ik, hebben daar aandacht aan besteed. Wat van gegevens dat zijn, dus die wil ik nu eigenlijk even overslaan. Die zie je bij ieder registratieobject van de BRO, zie je dat terug. Dus dan komen we in dat blokje daaronder in de bodemlocatie. We hebben eerst wat ik hier heb omcirkeld zijn de administratieve gegevens. Ik heb links een uitsnede van een bodemloket getoond. En dan zie je eigenlijk dat die gegevens terug ziet komen. Dus het SIKB-identificatie, dat is de GUID die bij de uitwisseling wordt gebruikt. Die zie je niet op bodemloket, maar wel hier. En verder zie je terug de locatienaam, de locatiecode van het bevoegd gezag. Dat is ook de code die wordt gebruikt in de besluiten, die je vaak terugziet in de besluiten. En wat er ook nog is,
is een locatiecode uit de BIS-systemen. Die is ook opgenomen. Brechtje, een vraag uit de chat. Wat zijn de sterretjes in het registratieobject? Oh ja, dat is een goede, leuke vraag. Dat zijn identificaties. Dus naast de identificaties of de codes of de namen, zeg maar, hè, de karakteristieke kenmerken die je hebt om een bodemlocatie te duiden, krijgt ieder object in de BRO ook een BRO-ID mee. Dus het is een soort van ook een identificerend gegeven. Het BRO-ID is het identificerende gegeven binnen de BRO. Valt dus eigenlijk ook onder dit rijtje. Object-ID bronhouder, dat is iets wat de bronhouder alleen voor de bronhouder en of dataleverancier is. En dat mag hij naar eigen keuze invullen. Mag hij bijvoorbeeld ook de locatiecode van de BIS of het bevoegd gezag of wat hij of zij wil. Dus dat was even om te duiden dat ze bij dit thema horen. Adresgegevens hebben we vorige keer ook gezegd, hè, die komen niet als zodanig in de BRO, daar hebben we de BAG voor. En als laatste de gegevensbeheerder, dat hebben we in een expertgroep hebben we dat nog besproken. En daar is uitgekomen dat het heel wenselijk is dat die erin komt, dus die staat daar ook in de BRO als informatieverstrekker. Dat is een term die we al gebruiken en die goed past op gegevensbeheerder. Dus dit voor dit blokje. De actuele status, dat is de status waarin de bodemlocatie zich bevindt, hè, binnen het kader van de BBB, Wet Bodembescherming. Dat is eigenlijk een van de resultaten die we hadden genoemd als gevolg van besluiten. Volgens mij heb ik een paar... Ja, zo ziet hij eruit op bodemloket rechtsboven. Hè. Dus dat nemen we eigenlijk één op één over. Het vervolg, die omschrijving zit als omschrijving bij de waardelijst, want hier zit een waardelijst achter. En de status, die wordt eigenlijk bepaald, hè, op basis van een besluit, maar kan ook bepaald worden op basis van een bodemonderzoek. Hè. Dus een milieuhygiënisch bodemonderzoek, het SAD, wat Bert net gepresenteerd heeft. In de praktijk wordt de actuele status hij wordt bepaald door het bevoegd gezag WBB. Maar in de praktijk is het ook zo dat de status bepaald kan worden door een niet bevoegd gezag WBB. In eerste instantie dachten we van, nou, dat is dan de status voldoende onderzocht of HBB cluster inactief. Maar er zijn nog wat meer statussen die door bevoegd gezagen niet WBB of niet bevoegd gezagen WBB. In de goede volgorde zetten, bepaald kunnen worden. En dan zal het vooral op dit vlak zijn. Dus historisch oriënterend of nader onderzoek. Er zijn een drietal vragen binnengekomen. Ja. De basis is SIKB 0101, zegt Marielle. Als deze standaard wijzigt, bijvoorbeeld er wordt een veld toegevoegd, gewijzigd, verwijderd, wordt dit dan ook verwerkt in de BRO? Misschien een voor Roeland om te beantwoorden. Ja, even de vraag. Misschien iets specifieker verwijderd in het bodeminformatiesysteem of niet? Bedoel je daarop of verwijderd in de standaard? Nee, in algemene zin bedoel ik verwijderd in de standaard. Nou, we zullen denk ik proberen te voorkomen dat dingen die aan de BRO aangeleverd kunnen worden uit de standaard verdwijnen. Dat begrijp ik, dat is de voorwaarde. Maar als er iets wijzigt in de standaard, zeg maar, of daar een automatische koppeling dan naar de BRO is? Nou, dat soort dingen gaan meestal niet automatisch, maar in het kader van beheer zullen we daar wel goede afspraken over maken. Dat kan ik zo zeggen. Helder. Oké, dan is er een vraag van Wendy. De actuele status is bepaald op basis van het laatste onderzoek. Dat wil niet altijd de status van een locatie zijn. En wat is het dan wel? Dat is een maatwerk wat niet in het bodeminformatiesysteem is gevat. Nog een keertje, die laatste zin. Dat is maatwerk en dat is niet altijd standaard in het bodeminformatiesysteem opgenomen. Nou, als het niet in het bodeminformatiesysteem is opgenomen, zal het ook niet in de BRO krijgen. Dat is het eerste simpele antwoord. Want de toelevering
richting de bro gebeurt vanuit het bodeminformatiesysteem. Ja, en wat er niet in een bodeminformatiesysteem zit, dat komt ook niet in de bro. Op een aantal van deze velden zit, zoals we dat noemen, materiële geschiedenis. Dus dat kan zijn dat er bijvoorbeeld nieuwe besluiten of nieuwe statussen worden toegevoegd. Kom je daar straks in je presentatie nog op terug, Brechtje? Nee, ik had eigenlijk dat stukje voor de volgende keer bewaard. Okay, ja. Maar in zijn algemeenheid, daar waar we zien dat er gegevens kunnen wijzigen, en dan gaat het naar ons beeld eigenlijk vooral het aanpassen van een status of het uitbreiden met nieuwe besluiten of met bijvoorbeeld nieuwe onderzoeken op een bodemlocatie. Dat zal worden gefaciliteerd worden. En dat betekent in tegenstelling tot SAD dat SLD een soort van tijdlijn kent. Oké. Dan is er nog een vraag van Ruud. Als je gegevensbeheerder opneemt en je brengt het als gemeente onder bij een omgevingsdienst, moet je dan alle objecten gaan corrigeren? Nog een keertje? Als je gegevensbeheerder opneemt als veld en je brengt het als gemeente onder bij een omgevingsdienst, oftewel eerst ben je het zelf als gemeente en daarna wordt het de omgevingsdienst, moet je dan alle objecten gaan corrigeren naar de nieuwe gegevensbeheerder? Dat is een goede vraag. Nemen we even mee. Met goedkeuring van Ruud, ongetwijfeld. Okay, dat was het voor de vraag. Ja. Oké, kom op terug, Ruud. Volgende plaatje. Gaan we naar de besluiten. Ja, dat heb ik eigenlijk zonder tekst hier weergegeven. Dus linksonder zie je het nu zoals ze worden weergegeven op het bodemloket. Dat is het type besluit met een kenmerk en een datum. Dat zie je rechtsboven terug in de entiteit besluit, zoals die in de brocatalogus is opgenomen. De identificatie is het SKB-GUID. En dan zie je het besluitkenmerk en het besluittype. En de datum als datum van kracht teruggekomen. De besluiten kunnen, nu we net over actuele status hadden, het woordje actueel wat Roland net zei, is die kan dus aangepast worden als er een nieuw besluit genomen wordt of een nieuw bodemonderzoek komt. Dan moet die status aangepast worden. Vandaar het woordje actueel ook. Bij besluiten is het inderdaad zo dat daar in de loop der tijd, als er een nieuw besluit genomen wordt, dat besluit wordt toegevoegd. En dus dan krijg je die opstapeling van besluiten. Gaan we naar de, in dit geval de saneringscontour. In het begin hadden we het over de drie soorten contouren die hierbij opgenomen gaan worden. In deze versie, de 0.5 versie, hebben we ons in eerste instantie gefocust op de saneringscontour. Dus die ga ik nu toelichten. En de andere contouren zullen in de volgende review aan bod komen. Dus die zullen we de komende periode ook gaan opnemen. De saneringscontouren, zoals die is gedefinieerd. En die definitie komt straks in het besluit pro. Hebben we het over vastgestelde sanering. Nou, wat is dan een vastgestelde sanering? Zeggen we van, dat is een sanering, een uitgevoerde sanering, waarmee is ingestemd door het bevoegd gezag WBB. Dus een besluit tot instemming met de uitgevoerde bodemsanering. Dus het is gekoppeld aan een drietal instemmingsbesluiten. Die zie je hier op de slide. Ofwel uit een busmelding. Ofwel uit de WBB. Hoe ziet... welke informatie... Ja? Er is nog een vraag. Van Annemiek. Een besluit kan je ook intrekken. Wordt deze dan verwijderd uit de bureau? Zoals het nu is opgenomen. Is dat niet opgenomen in de bureau. En als die dus wordt ingetrokken, kan je dat nu niet zien. Dus je ziet alleen de genomen besluit. Je kan wel, als er een besluit is ingetrokken en er komt vervolgens een nieuw besluit,
Of het besluit van intrekking, hè, die zie je wel. Maar je ziet niet bij het oudersbesluit aan zich dat die is ingetrokken. Dus je ziet alleen een lijst, net als op bodemloket nu, dat ze zijn ingetrokken. Dat ze zijn genomen, excuus. Nog een vraag, wat is er besloten rondom de archivering van de gegevens? Hoe lang is iets geldig? Archivering van bureaugegevens in generieke zin of gaat het om specifiek besluiten? Bureaugegevens. Dus ook besluiten. Kijk, bureaugegevens worden... Nooit meer uit. Sorry, Brecht. Ga je gaan. Nee, ik wou zeggen wat jij zei. Dus dat. Dus gegevens die eenmaal in de bureau zijn opgenomen, die blijven altijd in de bureau. Je kan natuurlijk wel in de informatie of in de gegevensstandaard opnemen. Maar dat je wil zeggen op een bepaald moment van. Ja, bepaalde besluiten zijn niet meer geldig, maar dat betekent een extra gegeven en een extra handeling. Ook dat op het moment dat je die informatie beschikbaar hebt, dat je dat dan ook, hè, dat dat ook op een of andere manier bekend wordt bij de bureau. Maar aan zich, de gegevens aan zich zullen nooit uit de bureau verwijderd worden. Ik heb nog wel één vraagje, Frank, als ik één heel kort mag. Even een vraagje aan Annemiek, die net stelde over het intrekken van een besluit. Wij zijn er eigenlijk van uitgegaan dat als een besluit wordt ingetrokken, dat dat ook een besluit is. Dus dat je dat op die manier ook kunt aanbieden. Zodat je wel de tijdlijn hebt en er zichtbaar is dat een eerder genomen besluit is ingetrokken. Maar misschien is het aardig als je in de chat of anders even één op één nog eens even een concrete casus met ons deelt. Zodat we daar wellicht iets specifieker nog even naar kunnen kijken. En dan nog een volgende vraag van Jeroen. Wordt in de FLD al geanticipeerd op hoe per 1 januari onder de omgevingswet de besluiten worden geregistreerd? Ja. Dat is een simpel en kort antwoord. En daarnaast, we zijn nu met Imbro A bezig, dus daar valt dit niet onder, maar we zijn er al wel naar aan het kijken. Dan was er nog een uitgebreid... We zijn er wel zeker aan het kijken, want we zijn ook wel blij wat dat betreft met die helderheid nu, sinds dinsdag. Want Imbro A zal niet eerder worden opgeleverd dan dat de omgevingswet van kracht gaat worden. Dus we kunnen nu met, en dat heeft toch vooral het voorsorteren qua type besluiten, het lijstje van besluiten wat er straks onder de omgevingswet nog genomen zal worden. Dat zullen er minder zijn, maar ze zullen er nog wel zijn. We hebben ze in beeld wat voor type er zullen zijn. Dus daar kunnen we mooi ook direct in Imbro A op voorsorteren. Ja. Er was ook nog uitgebreide feedback van Ronald op SAD. Maar die wil ik even parkeren tot aan het eind van de presentatie, Ronald. Dan kunnen we daarna op terugkomen. En dan zijn we door de vraag heen. Dan gaan we even kijken van welke informatie zit er in de... uitgevoerde saneringen, de saneringscontour, dat is weer het SIKB-identificatie, de SIKB-GUID. Leg ook vast waar de sanering betrekking op heeft. Hè. Dat is grond, kan ook grondwater zijn. Daar waren we nog wel even benieuwd naar jullie reacties, feedback op dat laatste van saneringscontouren voor grondwater. Dus misschien kunnen jullie dat ook aangeven in de chat. Dus dat betekent dat bij het besluit minimaal 1, maar er zou ook een tweede contour meegenomen kunnen worden. Vraag van Andreas, een waterbodem. Ja, de waterbodem is voor het hele domein buiten scope op dit moment. Dus het stamt uit het scope document. En het belangrijkste is de contour zelf, hè, en de begrenzingen die ze aangeven op het aardoppervlak. Kan ook een verzameling van vlakken zijn, ook wel multivlak genoemd. En dat wordt in de bureau vastgelegd in RD of ETRES 89, maar wat ik begrijp is RD de praktijk.
En de grens kan eventueel een bodemlocatie, hè, hij valt normaliter binnen de bodemlocatie, maar kan hem eventueel overschrijden. En zo zag de saneringsinformatie op het bodemloket eruit. En dan zie je dat de informatieinhoud iets anders is. Ja, dus we zijn erg gericht op die contouren. Mochten jullie hier opmerkingen over hebben, dan nemen we dat graag. We hebben nog het laatste onderdeel. Ja, dus de contouren hebben we gehad. Die twee andere die gaan we dus nog toevoegen. Status hebben we gehad. En dan hebben we nog de verwijzing naar het bodemonderzoek, het SAD. Besluiten, dus even terug naar de basis gaan. We hebben het over besluiten, die zijn vaak gebaseerd op een bodemonderzoek. In dat geval gaan we een verwijzing naar het SAD beschikbaar maken. Dus dan kun je naar een SAD verwijzen. En daar staat alle informatie over dat rapport. En alle informatie van het onderzoek zelf. Er zijn ook besluiten die zijn gebaseerd op plannen of verslagen. Die zijn niet voorzien om op te nemen. Ja, we gaan nog bepalen hoe we daar precies mee omgaan. Mochten jullie daar al ideeën over hebben, dan horen we dat natuurlijk ook graag. En tenslotte kan ook de status gebaseerd zijn op een bodemonderzoek. Dus niet alleen de besluiten, maar ook als een status wordt toegekend, kan dat ook zijn op basis van een bodemonderzoek. Waarbij we dus ook weer faciliteren dat er naar het bodemonderzoek in de PRO verwezen kan worden. Een berichtje, een opmerking van Marielle. Zowel grond als grondwater, als dit van toepassing is, en als aanvulling in het BIS is er geen relatie tussen een besluit en het onderzoek waarop dit gebaseerd is. Ja, dat hebben we intern ook al meegekregen. Dus dat hebben we als aandachtspunt. Hetzelfde geldt voor de saneringscontouren en de besluiten. Dat die relatie in de BIS niet aanwezig is. Dus dankjewel. Daar gaan we nog even goed naar kijken. En nog een vraag. Alleen contouren die voor WKPB van belang zijn worden geregistreerd. Dat... Ja. Oké. Okay. En dat is dan dus geen grondwater? Wendy, kan je dat toelichten? Is dat geen grondwater? Alleen dat wat voor de wetcamera publieke beperkingen nodig is, dat wordt geregistreerd. Dus geen grondwater. Want dat is flexibel en dat varieert. Ja, precies. Dankjewel. En dan nog een opmerking. Het zou goed zijn om naast contouren projectie op het maaiveld iets te kunnen afleiden met betrekking tot dieptebereik en kleiner worden de contouren in relatie tot diepte? Vraagteken. Dat zou prachtig zijn, maar dat zal op basis van de huidige registraties tot niets leiden, want dat soort gegevens worden op die manier niet geregistreerd. Dus wat dat betreft kijkt de bureau natuurlijk ook wel naar wat wordt er op dit moment vastgelegd. En een wensbeeld, bij wijze van spreken, van nou, ooit misschien een toekomst 3D verontreinigingen in de bureau. Op zich prachtig, maar daar zijn we nu nog niet aan toe, denk ik. Een suggestie van Ruud om het bij Imbro wel vast te leggen. Ik zou daar zeer terughoudend in zijn, omdat je dan vanuit de bro eigenlijk een werkproces gaat sturen van dan wel een adviesbureau, dan wel een bevoegd gezag die iets met de gegevens moet. Dat lijkt mij een hele lastige. Ik denk dat het werkproces gewoon aan de overheid zelf is, een bevoegd gezag. En dat de bro daarin volgt qua wat er voor data uit voortkomen. Even kijken, Marielle, als grondwater niet wordt meegenomen, zou dat een gemis zijn? Dit is wel de volledige verontreinigingssituatie en is ook voor overgangsrecht van belang. Dan komen we weer op de discussie over de scope van de bro. Een volledig beeld of alleen formele besluiten beperkingen? Nee, daar zit bro SLD, maar daar kom ik straks nog even op een plaatje als we daar aan toe komen. Is breder dan de WKPB of de BHKPB, zoals het tegenwoordig heet. We kijken hier naar wat wordt er in de regel vastgelegd en welke wensen is er vanuit hergebruikersperspectief
om te kunnen ontsluiten. En dat staat even los van wat er in de BRK-PB wordt geregistreerd. Ik heb daar straks nog een plaatje over, dus misschien kunnen we hem even parkeren. Oké, dan ga ik nu, dit is mijn laatste slide. Wat gaan we de komende tijd doen? De contouren, verontreinigingscontouren, nazorgcontouren met eventueel gebruiksbeperkingen toevoegen. Input verwerken natuurlijk. Heb ik er niet bij gezet, maar dat doen we natuurlijk ook. En we gaan net als bij SAD, gaan we goed kijken naar de domeinlijsten. We hebben hier wat minder domeinlijsten. En vooral van belang is besluittype. Dus welke besluittypen vallen binnen scope. En we gaan ook goed kijken naar de vervolgactie waardelijst. Een ander puntje waar we nog goed naar gaan kijken is hoe we de relatie met SAD en ook met de verschillende onderzoekstypen die daarin voorkomen, hoe we die goed gaan invullen. En de levensduur, dat hebben we vandaag al eventjes geraakt. Ik denk dat het goed is om daar in de volgende sprint review wat aandacht aan te besteden. Dankjewel. Okay. Dat was het. Dankjewel, Brechtje, voor je heldere verhaal. Ik denk dat ik maar meteen doorga naar even het volgende puntje, wat ontwerpvraagstukken, ook gezien de tijd. We hebben nog een 10 minuutjes. We zijn de afgelopen maanden een aantal vraagstukken tegengekomen waar we niet heel simpel een antwoord op konden geven, ook meteen. Deels ook uit deze sprintreviews. En die hebben we wat gecategoriseerd. Dat zijn vraagstukken die hebben betrekking op SAD, op SLD. Die hebben eigenlijk een beetje te maken met hoe verhoudt milieukwaliteit zich tot de routines van de bro. Of die hebben te maken met hoe die keten eruit ziet en hoe kun je de keten nou slim laten aansluiten op de bro. Wat ik hier ga doen is eventjes heel kort presenteren. Ik loop echt heel snel doorheen gezien de tijd en je kunt ze ook terugzien. Om alleen even aan te geven van waar zijn we mee bezig en wat hebben we in beeld. En dat zijn dingen waar we in de uitwerking in ieder geval de volgende keer op terug willen komen. Belangrijk is denk ik hier eentje bijvoorbeeld de monitoringpeilbuizen. Er zijn wat waarnemingen in het kader van SAD die een herhalingselement hebben. Bijvoorbeeld het monitoring van peilbuizen bij een ondergrondse tank of bij stortplaatsen. Daar kun je de discussie voeren, zou het logischer zijn om die onder grondwatermonitoring te plaatsen. Dus niet onder een SAD, want een SAD is in principe iets eenmaligs, maar kun je daar niet veel beter spiegelen met de monitoringpeilbuis. Een vraagstuk wat ook nog open staat, monsternamica van milieukundige begeleidingen. En op attribuutniveau een aantal wel niet vragen van gaan we dat wel of niet opnemen. Daar moeten we nog wat knopen in doorvakken. Hakken. Rondom SLD, de meeste punten die heeft Brechtje net al toegelicht ook. Eén specifieke vraag die steeds terugkomt, hoe verhoudt SLD zich tot de BRKPB, voorheen de WKPB. Dat gaat in ieder geval over publieke beperkingen. Dat hebben we even in beeld gebracht. Als je ziet hoe verhoudt het zich tot elkaar, het melden van publieke beperkingen, dat is een heel specifieke wettelijke regeling. En daar worden een aantal gegevens in geregistreerd, die we hierin tonen. En dan heb je nog bestaande registraties en hoe dat straks onder die omgevingswet zal zijn. SLD is breder en meer. Dat is denk ik de belangrijkste boodschap. Het is ook een apart aanleverproces. Eigenlijk zie je ook alleen in de BRKPB... dat er iets is aan beperking. Wil je inzoomen op wat er dan de beperking is, dan moet je weer vaak aanvullende informatie op gaan vragen bij een bevoegd gezag. Dus het zit iets anders in elkaar en het is een beperktere selectie van gegevens. Dus wat in SLD meer komt, en dat is de belangrijkste conclusie onderaan, is een aantal aanvullende attributen. Niet alleen die contour, maar wat administratieve gegevens, verleningsinformatie, stoffen, noem maar op. Andersoortige contouren die niet leiden tot beperkingen zitten in SLD. En ook gegevens over bodemlocaties waar geen beperkingen van toepassing zijn. Noem maar wat even het voorbeeld, er is op geen onderzoek gebeurd. Er wordt de status voldoende onderzoek aangegeven, onderzocht, geen verontreinigingen.
Nou, dat zie je allemaal niet in de WKPW, in de BRKPW, maar dat zul je wel in SLD zien. Dus dit beeld, dit moet een beetje een beeld schetsen van waar zitten de verschillen en overeenkomsten. En in ieder geval dat het wel degelijk een uitgebreider verhaal is, SLD, dan wat je alleen op de beperkingen meldt. Wat vraagstuk algemeen, we zijn nog wel op zoek naar de invulling van het attribuut, het verplicht attribuut in de bureau kader aanlevering. Wat we daarmee kunnen, zullen we ook nog op terugkomen. Wat zaken rondom het gebruik van ID's in waterlijsten, het onderhoud op waardelijsten, uitvoerende organisaties, hoe we daarmee om willen gaan. Want binnen de BRO kun je een organisatie alleen maar duiden middels een KVK-nummer. Nou, dat is waarschijnlijk niet heel praktisch als we dat hier ook gaan doen. Dus we zijn nog aan het kijken, waarom moeten we hem dan misschien wel helemaal schrappen of op een andere manier daar een list voor verzinnen. Hoe gaan we om met ongestructureerde informatie? In principe niet wenselijk binnen de BRO, vrije tekstvelden, maar af en toe in de keten wel veel gebruikt. Hoe gaan we om met coördinatenstelsels? Voor een contour van een onderzoek is dat denk ik nog niet zo'n probleem, maar heel veel boorgegevens worden gewoon ingemeten, boringen, meetobjecten, langs de lijn van de WGS 84. Dat is dus eigenlijk de GPS-coördinaten. Het moment dat dat eerst in de applicatie naar RD wordt omgerekend en daarna weer naar ERTS, dan heb je twee keer een conversie. Nou, daar zijn we nog even aan het kijken of dat slim is. Verticale positie en Maaiveld NAP hadden we het al over. En zeker naar de toekomst, hoe kunnen we omgaan met een slim beheer op parameterlijsten. En ook eventuele andere domeintabellen, maar parameterlijsten is wel het belangrijkste. Wat ketenzaken, dat is nog wel een, dat moeten we ergens scherp gaan definiëren om te voorkomen dat er dubbelingen komen. Hoe we op een slimme manier om kunnen gaan met die 20 dagen aanlevertermijn op basis van een rapportagedatum. Op zich niet moeilijk, maar het is iets wat in de regel nu niet geregistreerd wordt. En je wil ook niet een hele registratielast gaan creëren vanuit de BRO. Dus hoe kunnen we daar slim mee omgaan? Hoe gaan we om met de minimale eisen, zeker voor InBRO A van SAD? En ook waar kunnen er haakjes worden gelegd tussen de omgevingswet, DSO en de BRO? Wat vraagstukken die ook nog spelen. Dus dit zijn een lijstje aan ontwerpvraagstukken in vier categorieën die bij ons op het netvlies staan. En daar kwam er vandaag weer eentje bij, heb ik in ieder geval genoteerd. Dus daar om te laten zien dat we daarmee bezig zijn. Nou, dat was eigenlijk de terugkoppeling van wat we de afgelopen periode gedaan hebben. Kijken we even vooruit, dan is de bedoeling dat we versie 0.7 van SAD gereed hebben. Dus dat is in ieder geval met de pijlbuizen erin. Misschien al een stukje gekeken naar hoe we monsters en analyses erin stoppen. Er zal een iteratiebouw plaatsvinden op basis van 0.5 SLD, die we jullie net hebben laten zien. Maar ook een stukje materiële geschiedenis, of in ieder geval toevoeging van nieuwe elementen, bijvoorbeeld besluiten, in plaats kan vinden. Daarna wordt er doorgewerkt naar 0.8 van het SLD. We beschouwen 0.8 een beetje als de versie die in ieder geval de inhoud heeft qua attributen en entiteiten die we erin willen hebben. En waar nog wel wat aan gepoetst moet worden hier en daar op het niveau van waardelijsten of teksten om te komen uiteindelijk tot een consultatieversie. En die noemen we versie 0.9. Dus 0.8 bevat in ieder geval wel de inhoud die we erin willen hebben. Hoe verhouden waardelijsten binnen de BRO zich tot de domeintabellen binnen SKB 0101? Wat dingen die we nog op in zullen zien moeten komen de sprint. Aantal voorstellen op de ontwerpvraagstukken. En die zullen we met jullie delen, maar een aantal zullen we er ook, want dan moeten dan gewoon keuzes gemaakt worden aan de domeinbegeleidingsgroep voorleggen. Die is medio april. Wat we ook willen doen, en vandaar een beetje mijn vraag aan het begin. We willen eigenlijk wat meer beeld krijgen op wie zijn nou afnemers van het registratieobject, de twee registratieobjecten milieukwaliteit. Om daar nog eens heel specifiek in te zoomen op wat zijn jullie gebruikswensen en hoe kunnen we daar een goed beeld van krijgen.
We zijn natuurlijk nu vooral aan het kijken vanuit definities en wat stop je erin. Maar we willen langzaam maar zeker ook meer inzoomen op het gebruik. Volgende sprintreview is 13 april, 14 uur. En de komende weken, dat is altijd eens per kwartaal, hebben we ook weer een kwartaalplanning die we maken. En dat is dat we van wat meer afstand even kijken. Niet alleen 4 weken vooruit, maar wat is de ambitie voor kwartaal 2? En in grote lijnen betekent dat het afmaken van de beide catalogussen van beide registratieobjecten, zodat die begin Q3 gereed zijn voor een publieke consultatie. Dat is de ambitie voor de komende sprint, die afgelopen dinsdag is gestart. En daar praten we jullie graag op 13 april in bij. We hebben 1 vraag, dat is een beetje op die afnemers gericht. Want ik denk dat we de afnemers uit het milieudomein best goed in beeld hebben. Dat is toch ook een beetje je eigen achtertuin, om het zo maar te zeggen. Maar we zijn wel op zoek naar wie ziet zichzelf als afnemer van milieudata in relatie tot overige data uit de bureau. En wil met ons sparren over het integraal gebruik van dit soort data in samenhang dus met andere bureaudata. Aanwezigen die zich daar heel specifiek met die blik ook kijken naar wat we hier allemaal aan het doen zijn. Graag even melden in de chat dat je daar een keertje best over wil sparren met ons. Dan nemen wij contact met jullie op. Volgens mij was dit een beetje, ik hoor bij mij op de achtergrond in ieder geval de kerkklok luiden, dat het 3 uur is. Nog even als verwijzing, waar kun je informatie vinden? Op de website Bro, daar vind je ook dergelijke presentaties. Daar zul je vanaf, denk ik, eind volgende week ook het definitieve scope document vinden. Werkcatalogussen van waar we mee bezig zijn vind je op de GitHub. En wat achtergrondinformatie uit het milieudomein vind je op de website van SIKB. Vragen? Wat ons betreft is het 3 uur en willen we daar aan houden. Maar als je nog specifieke vragen hebt, koppel ze gerust in de chat terug. En dan zullen we daar bij het verslag een antwoord op formuleren. Volgens mij zijn we er doorheen. Ja, dus er was nog een uitgebreide stuk feedback van Ronald Harting. Ik heb even met hem afgestemd dat we dat in ieder geval zien als een antwoord op de call for experts om mee te denken als afnemer uit een ander domein. Ook Gerard had nog wat detailopmerkingen en daar moeten we ook even buiten deze sprintreview contact over opnemen met Gerard. En, sowieso in de breedte hoor, als er mensen zijn die zeggen van nou ik heb toch behoefte om met mijn achterban, met mijn groep mensen nog eens even over een specifiek onderwerp wat verder door te spreken. Kan altijd. Hè? Buiten de sprintreviews om. Okay. All right. Ernestine, dankjewel voor de link naar de pagina inderdaad waar straks het verslag gaat verschijnen. Dus daar gaan we nu hard aan werken. En er is nog 1 onbeantwoorde vraag, die gaan we er ook in meenemen. Oké. Okay. Dan danken we jullie voor de belangstelling en tot een volgende gelegenheid.